Hoi, lieve maagd. Welkom bij weer een algemene tarot reading. Nu voor de maand september. September 2017. Even kijken. De situatie. Ik werk met de Osho tarot al een tijdje. Ja. Een geweldige set. Heel duidelijk en aan weinig. Kijk, de kaarten kunnen maar op één manier worden uitgelegd. En met de Rider-Waite Tarot heb je nog wel eens dat er meerdere uitleggingen of uitleg mogelijk is. En dat is bij deze dus niet. En vind ik toch wat prettiger om mee te werken. En jij? Invloed van anderen. Hoop en vrees. Even zien. Conclusie. De leidraad is stress. De bonuskaart, boodschappen van de engelen. Oh, mijn kaars is uitgegaan. Deze klapte om. Even een ander kaarsje aan. Zo. En dan hopen we dat deze aanblijft. Zo. Oké, ja. Voor de maagd. Stress. Als je heel goed kijk naar deze kaart, zie je dat een man en op een trompet blaast en hij is aan het balanceren op een bal. En hij heeft niet eens door dat dat aapje die bal doorprikt. Ja, dan valt die man natuurlijk op zijn snuffert. Met andere woorden, als je zoveel met zoveel dingen tegelijk bezig bent en jezelf geen rust gunt, ja, dan moet je uitkijken dat je niet zo'n aapje tegenkomt die je onderuit haalt. Dat als leidraad voor de maagd. Oké. Okay. Er is behoorlijk wat aan de hand met deze maagd. En er is behoefte aan verandering. Daar heeft het bewustzijn zicht op. Maar nog niet precies hoe. Er is het recente verleden, en dat zegt mij omdat de stresskaart er nog ligt en omdat de toekomstkaart daar nog ligt, is dat dit nog steeds geldt. Dat deze maagd haar situatie of zijn situatie onder controle wil houden met de mind. Alles met de mind. Kijk eens hoe gespannen hij, deze figuur, met zijn handen zit. Het leven valt niet onder controle te houden.
Deze figuur, die probeert dat wel. Met dat denken. Alles, elke situatie in de hand proberen te houden. En als het dan anders gaat dan dat hij gepland had in zijn hoofd, dan daar dan tegen in gevecht gaan. Dat ligt in de nabije toekomst. En dat levert enorm veel stress op. En het is ook nog geen gedrag wat je onder volwassenheid kan onderbrengen. Bij deze maagd is het van belang dat je wat meer emotionele volwassenheid gaat krijgen. En dat wil zeggen dat je dan de pijn van het kind gaat helen. De pijn van het innerlijke kind. De pijn uit je verleden. Doordat je die pijn nog niet verwerkt hebt, zit je nog volop in je beschermingsmechanisme. En in vechten en in controle uitoefenen. En daar dan herhaal je, zoals dat op het bewustzijn dicht, continu dat levensrad. Je herhaalt steeds dezelfde patronen. En dan ligt deze kaart dwars, dat kindje heel speels is en gewoon die regenboog tegemoet gaat. Alleen, vol vertrouwen, loopt het kindje naar de regenboog en gaat het avontuur van het leven aan. Gewoon zoals het leven op je pad komt. Maar deze maagd, die durft dat niet. Dat ligt dwars. Want alles houdt ze onder controle. En dat kost nogmaals enorm veel stress. Wat onbewust ligt, is dat ook deze maagd verlangt natuurlijk naar een fijne liefde, een fijne relatie. Maar dan is het wel noodzakelijk dat beide bomen onafhankelijk van elkaar stevig geworteld staan in de grond. En dat jij niet afhankelijk bent van de ander. Dat de ander jou geluk moet schenken. Want als de ander dan niet aan jouw controlerende verwachtingen voldoet, dan ben je ongelukkig en dan geeft het je stress. Het is de bedoeling in een ware liefdesrelatie, basis van de nieuwe tijd, om die oude paradigma los te laten. De oude manier van elkaar in evenwicht houden. Het is de bedoeling dat je jezelf in evenwicht houdt door yang en yin in balans te krijgen in jezelf. Maar voor deze maagd geldt dat ze nog tegen het rad in draait. En dus oude patronen uit het verleden herhaalt. Van alles onder controle houden en vechten. En daar is echt een verandering noodzakelijk dat je met het rad mee gaat draaien. Maar dan moet je wel bewust zijn van je patronen die je continu herhaalt. En dus ook continu herhaalt in je liefdesleven. Dit zijn twee prachtige bomen die stevig geworteld staan. Allebei individueel. En ze kunnen zonder elkaar. Alleen ze hebben een keus gemaakt om zich samen te verstrengen. Om zich te verbinden. En er is friendliness bij beide. Vriendelijkheid vanuit het hart, zachtheid vanuit het hart. Maar het komt wel omdat ze onafhankelijk zijn, in principe. Die ligt bij deze maagd nog onbewust. En werkelijk het avontuur aangaan. In vol vertrouwen. Vol vertrouwen wat er op je pad komt. Ligt nog dwars op de emotionele volwassenheid. Bij de conclusie ligt we are the world.
En wij maken allemaal dit zo, een soort gelijk pad lopen we. We lopen allemaal het pad van heling. We lopen allemaal het pad van pijn uit het verleden verwerken. En we zijn ook allemaal met elkaar verbonden. Als je dat beseft, zul je nooit meer een hekel hebben aan wie dan ook. Je zou het gedrag minder kunnen waarderen. Maar in je gevoel weet je, ook die persoon loopt het pad van lijden, verdriet, pijn uit het verleden, wat zich herhaalt, ook bij jou, vechten, controle uitoefenen. We schelen niet zoveel van elkaar. En als je dat gaat beseffen, ga je van de hele mensheid houden. En dat wil niet zeggen dat je met ieder mens zou willen omgaan. Dat is wat anders. Maar zit het wel in je hart, de mensheid, de liefde voor de mensheid. En heb je je eigen egoïsme opzij gezet. Fighting. Die ligt in de nabije toekomst. En er wordt natuurlijk niet aangeraden om maar te blijven vechten. Deze kaart ligt er om het vechten te stoppen. Het vechten, vechten, vechten tegen de natuurlijke stroom van het leven. De natuurlijke stroom van avonturen die naar jou toe willen komen. En dat jij daarop vertrouwt en dat je daar gewoon naartoe gaat, naar die regenboog. En of het nou verdrietige ervaringen zijn of wat dan ook, dat kun je niet. Het leven biedt zowel verdrietige ervaringen als hele blije ervaringen. Dat kun je niet onder controle houden. Het enige wat je kunt doen is het hier en nu zijn. En zoveel pijn, alle pijn uit je verleden verwerken, zodat je zo emotioneel volwassen mogelijk wordt. En dat je niet meer je pijn op je partner projecteert. Ja, maar deze is nog onbewust. Deze mensen zijn zo geworteld in hun eigen volwassenheid, dat ze dat niet meer doen. Maar dat ligt hier nog onbewust. Wat voor jou belangrijk is, lieve maagd, is dat je een nieuwe visie gaat krijgen. Omtrent relaties, omtrent verwachtingen, omtrent elkaar. Maar ook kennis over wat is nou eigenlijk onvoorwaardelijke liefde. Want onvoorwaardelijke liefde heeft niks met bezitsdrang te maken. Het heeft ook niks met vechten te maken. Het heeft ook niks met controle te maken. Dus een nieuwe visie is voor jou heel erg belangrijk, ook om uit jouw eigen stress te komen. En invloed van anderen is al jouw ervaringen die gaan jou brengen bij understanding. Kijk, deze vogels die vliegen vrij. Maar deze weet niet dat de vrijheid er zo is. Deze zit nog bij die bij dat hek, of wat is het? Denkt nog dat hij niet vrij is. Zit nog vast. En zit naar al die vogels te kijken die daar vrij vliegen. Maar je houdt jezelf vast. Je houdt jezelf vast in dit, kijk, beide figuren hebben hier die vuisten gebald. Er zit geen ontspannenheid in. Die gezichten, ze staan verbeten. Vechten en controle. Vechten en controle. Dat brengt je in een enorm isolement. In een enorm isolement en stress levert het je op. Nogmaals. Dit is je vrees. En dit is de vrees ook van je hoge zelf. Dat als je zo doorgaat, dat je dan in een isolement terechtkomt. En dat je steeds killer wordt. Deze man die zit vastgevroren in een ijsblok. Deze figuur. En het enige wat
kan smelten, is zijn warme tranen. Maar als je echt blijft vechten en knokken en alles onder controle wil houden, wat niet onder te controleren valt, dan schep je een isolement bij jezelf. En ik weet dat er dan nog pijn van het innerlijk kind aanwezig is. Pijn uit het verleden aanwezig is, wat nog niet verwerkt is. En dat je nog heel veel gevoelens in jezelf houdt. Woede, maar ook tranen. En dan niet zozeer van in het nu, maar dat je de pijn van vroeger nog inhoudt. En dat dat allemaal nog in die kelder verborgen ligt in de schaduw. En dat moet eruit. En dan ga je ook van andere mensen houden. En ga je niet ook andere mensen onder controle willen houden. Of het gedrag van andere mensen onder controle willen houden. En er tegen vechten. Dan ga je meer die onvoorwaardelijke liefde ervaren. De bonuskaart voor deze maagd. Nou, ik weet niet hoe je het uit moet spreken, maar yoga en lichamelijke oefeningen zijn op dit moment essentieel voor je. Welzijn, innerlijke rust en je spirituele groei. Ik kan me dat voorstellen, gezien die controle en fighting. Ik kan het. Ik moet even weer mijn bril pakken. Die heb ik dus weer niet bij de hand. Die lettertjes zijn. De letters zijn zo klein dat het echt niet te doen is. Dat is mijn excuus. Je voelt een sterke drang om je bezig te gaan houden met yoga of andere vormen van lichamelijke oefeningen en deze kaart dient als een bevestiging daarvan. Lichamelijke beweging is een voorwaarde om je dromen, wensen en intenties te verwezenlijken. Het geeft jou de energie en de vitaliteit die je zal helpen om nieuwe projecten te beginnen af te maken. Het maakt de weg vrij voor nieuwe creatieve ideeën. En yoga reinigt en versterkt alle chakra's, zodat je de begeleiding van onze engelen luid en duidelijk zult horen. Yoga helpt je ook om je onrustige gedachten tot stilstand te brengen, zodat je kunt mediteren en je innerlijke stem zult horen, in plaats van onder controle te houden en te vechten. Hoewel je yoga of lichamelijke oefeningen misschien wat te veel van het goede vindt, zal ik je helpen om je weg te banen. Als je het aan mij vraagt, zal ik je helpen een voor jou op maat gemaakte oefenprogramma te vinden dat bij jouw agenda, interesse, sfeer en fitnessniveau past. Je zult deze begeleiding ontvangen in de vorm van herhalende gedachten en gevoelens en ook door informatie over yoga of andere lichamelijke oefeningen die zomaar op je pad komen. Ik weet dat je het heel druk hebt, maar ik beloof je dat je na de oefeningen veel meer energie hebt en dat zal dan blijken uit het feit dat je meer werkbare uren in een dag hebt. Nou, past er helemaal bij om bij deze maagd meer rust te brengen en om niet vanuit oude controledrang te leven, maar veel meer vanuit innerlijke rust en te luisteren naar je innerlijke stem. Dat was het, lieve maagd. Resoneert dit niet bij jou? Maar wil je wel heel graag weten hoe het in jouw persoonlijke leven zit? En voel je, heb je het idee dat je vast zit en graag weer vooruit wil? Dan is een persoonlijke reading echt iets voor je. Onderaan deze film zet ik de link van mijn website. Kijk daar alsjeblieft eerst naar voordat je een afspraak maakt. Kijk naar de tarieven, kijk wat ik te bieden heb. En voel dan in je hart of ik eventueel iets voor je zou kunnen betekenen. Het kan via Skype, video, Messenger, Facebook. Maar als je in de gelegenheid bent om naar Apeldoorn te komen, is dat natuurlijk het meest fantastisch. Ik zie je heel graag. Sowieso een fantastische septembermaand en tot volgende maand. Bye!